Toppertjes, welkom back. Good morning. Super tof dat je weer luistert. Vandaag, laatste dag van de week, het is vrijdag, heb ik weer een money aflevering voor je. Want money seems to be the topic of the day. Komt natuurlijk ook omdat ik er vol in zit met de creatie van Money Mindset Mastery die over anderhalve week, iets langer dus, live gaat 20 januari, woensdag en 20 januari, lanceer ik hem. Gaan de deuren een aantal dagen open. Oh, dat wordt fantastisch. Ik heb er zo'n zin in. Het is ook echt heel tof om in het creatieproces te zitten. En het is ook perfecte timing, want ze zijn het huis aan het verbouwen. Naast ons, want wij hebben een 201 kapwoning. En ja, dat is vet lawaaierig. En dan druk ik mezelf nog zacht uit. Vandaag gaf ik een live Q&A, zoals elke donderdag in de Love Attraction Academy. En ik dacht echt, ik moet hem onderbreken, want dit gaat niet. Het lawaai was zo hard. En uiteindelijk heb ik oortjes in gedaan en was mijn stem gelukkig. Die was helderder, duidelijker dan het geluid op de achtergrond. Dus het ging prima. Maar voor die training lijkt het me duidelijk dat ik super kwaliteit video's wil. En dat dit non-acceptable is. Dus hoe ik dat volgende week ga doen, I don't know yet. Ik heb wel een plan B, maar daar ga ik liever niet voor. Maar goed, anyway, het komt sowieso goed. Maar het is perfect timing, dus had gewoon niet beter gekund. Dat is echt top. het is wat het is, dus we maken er het beste van. Ik ga sowieso zorgen dat de kwaliteit goed is. En vooral natuurlijk dat de inhoud mindblowing is, want dat is het doel. Het wordt zo'n vette training. Ik wilde eerst, misschien ga ik dat ook wel doen, hè, maar ik was vandaag de hele dag bezig met de outline. Volgende week ga ik de video's opnemen voor module 1. En ik dacht, holy shit, ik moet dingen gaan schrappen, want dit wordt te uitgebreid om in 8 modules te gaan proppen. Misschien, maar ik weet het nog niet. Dus bij deze, in ieder geval, wat ik wil duidelijk maken is dat heel veel content is. Misschien maak ik er 10 modules van. Maar de planning was 8. We gaan het zien. Ik ga even kijken wat wel en wat niet. Of hoe ik dingen anders kan structureren, zodat het optimaal passend wordt. Maar je kan ervan uitgaan dat het in ieder geval fucking waardevol wordt. Alright, dan wil ik ook nog iets, een hele toffe persoonlijke manifestatie delen. Want dit is zo Love Attraction. En dit maakt ook dat ik helemaal vandaag al, gisteren al, dinsdag al in een high vibe zit. Want volgens mij was het de podcast van dinsdag. Dat ik vertelde dat zijn vrienden en ik eindelijk deze afgelopen kerstvakantie een doorbraak hebben gehad in waar we willen wonen. Oké. Na jaren, hè? Serieus, dit is echt big breakthrough. Wat gebeurt er vervolgens? Wij zitten op één lijn. Ik kan niet de details allemaal vertellen. Ik ga het globaal vertellen. Want ik wil niet dat... Ik ga het globaal vertellen. Details doen er verder ook niet toe. Het gaat om het principe. Ik ga googlen. Ik ga alles opzoeken wat er is. Om maar iets te vinden van een opening voor een huis. Op de plek waar wij willen wonen. En zoals ik al zei. Het wordt IJsde aan de Maas. Daar zijn we allebei super, 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 super... daar voelen we ons super goed bij. Is happy over. Wat gebeurt nu? Op maandag belt zijn vriend de makelaar. Een makelaar in IJsden, een grote makelaar in IJsden. Die reageert heel positief. En vroeg ons ook om nog eens extra per mail te beschrijven wat we willen. En hij gaf ook aan, en wij kennen hem ook, dus ik weet ook dat hij dat doet. Dat hij ons als eerste zal contacteren op het moment dat er een opening is. En dus ook voordat het op Funda komt. Nou, dat is helemaal top. Alleen al die medewerking, alleen al dat vond ik al een manifestatie aan zich. Vervolgens kom ik via achter een telefoonnummer van een huis daar. Van iemand, dus van een bewoner van een huis aan het water daar. En dat zijn er niet veel, trust me. Dus dat is heel select. Maar goed, ik kom achter een nummer. Ik neem contact op. En die persoon reageert heel positief. En snapt ook dat ik contact opneem. Dus het was meteen een heel fijn gesprek. En zegt van, goh, op dit moment ken ik niemand. En ik ken alleen maar mensen die een huis aan het opknappen zijn. En niet die het willen verkopen hier. Maar ik ga het voor jou in de gaten houden. En wie weet in de toekomst ooit. Nou, ik haar hartelijk bedankt. En ik ook zoiets van, dit is super positief. Wat fijn dat ze überhaupt zo reageert. En wat fantastisch dat ik überhaupt deze feedback krijg. Dus ik was helemaal blij.
Nou, dat was maandag. Dinsdag had ik mamadag en ik was met Julian aan het wandelen. En tijdens mijn wandeling, net als nu op dit punt, op de Sint-Pietersberg, krijg ik ineens een WhatsApp binnen van diezelfde persoon als waar ik de dag ervoor contact mee had gehad. Ik denk, nee. Oh, wat stuurt ze mij nu? Kim, om nog even terug te komen op je verzoek van gisteren. Ik zal ook niet helemaal de letterlijke tekst. Maar het kwam erop neer dat ik een telefoonnummer heb gekregen. Van een van de bewoners daar die overwegen om te verkopen. Are you kidding me? Serieus, hè? Serieus, even serieus. Hoe vet. Ik, een dag later. En dit gaat helemaal niet over of dit wel of niet het huis is, hè? Want daar gaat het niet om. Het gaat om het principe. Dit is zo law of attraction. Zo'n voorbeeld van het verlangen was, is zo sterk. En op maandag, op zondag eigenlijk al, valt alle weerstand weg. Want we nemen eindelijk de beslissing. Dit is wat we gaan doen. En onze neuzen wijzen dezelfde kant op. En niet dat dat nodig is voor een manifestatie. Maar het blokkeerde mij in het volledig kunnen geloven en verwachten. En vanaf het moment dat ik met zijn vriend op één lijn zat, viel die weerstand bij mij weg. En was het gewoon een en al puur verlangen. Dus er zat geen blokkade meer op. En dan is dit dus letterlijk wat gebeurt. Nou, echt, wij zijn over the moon excited. Want we hebben volgende week een bezichtiging. Ik heb uiteraard meteen contact opgenomen met die mensen. En we hebben een superleuk telefoongesprek gehad. En we mogen volgende week. En er is niks concreets verder, hè? Maar het gaat om het principe. Hoe tof is het? Hoe klein is die kans? Het verlangen is zo sterk. En dan ook nog eens buiten Funda om. Ik bedoel, hallo. En ik ken die hele mensen niet. En dat binnen één dag. I don't. Oh my god. Ja, ik vind het echt helemaal fantastisch. Dit is het gewoon. Dit is hoe het universum werkt. Dit is hoe Law of Attraction werkt. Dit is manifesteren puur zang. Dit is wat mogelijk is. En ik wilde dit ook delen. Het gaat niet om het huis, maar het gaat om, oh my god, this is infinite potential. Dit heb jij ook. Dit kun jij ook. Als je die weerstand maar loslaat. Als je die weerstand maar loslaat. Dit is weer, oh, en ik weet dat het zo werkt, maar die bevestiging iedere keer is toch weer, oh, yes. Je snapt wat ik bedoel. Ik ben zo blij. En ik weet dus dat door mijn high vibe op dit stuk, dat die manifestatie op dat vlak alleen maar doorzet. Dus wie weet wat voor moois er op dat gebied nog meer gaat komen. Doordat we het hebben uitgesproken, heb ik ook heel veel feedback gekregen op Instagram. Waarvoor echt mega dankjewel. Misschien dat ik nog niet eens alle berichten heb gelezen. Maar degene die ik heb gelezen en heb beantwoord, echt mega dankjewel daarvoor. Voor mensen die een hulp aanboden of die familie hadden daar. En die voor me rond zouden kijken. Nou, echt. Oh, je wil niet weten. Dit verlangen is zo sterk. We willen dit zo ontzettend graag. En we weten ook dat het gaat lukken. En het hoeft niet dit jaar per se. Het hoeft niet binnen een paar maanden. En ja, alles wat komt is welkom. En zijn vriend zei vandaag ook. En het kan ook een tussenstap zijn tot weer een huis wat nog meer een droomwoning is. En dat is ook helemaal oké. Maar het gaat gewoon om het principe. En nogmaals, het heeft niks met het huis te maken. Maar gewoon om, oh, dit is zo love attraction. Nou ja, in ieder geval, ik hoop dat het je inspireert om datgene wat jij verlangt, wat jij zo graag wil, om dat nu je dit hoort, nog sterker te geloven, nog sterker te verwachten en te weten. Het enige wat ik hoef te doen, is vrij te komen van weerstand. Echt jongens, dit is where the magic happens. Je hebt geen idee wat er mogelijk is. Echt, we hebben zo geen idee wat voor potentieel wij hebben. Echt, ja, we hebben zo geen idee. En ik weet dat ik zelf ook zo geen idee heb. En ik weet dat er nog zoveel mogelijk is. En ik, ja, voor mezelf, ik leef al zo'n mooi leven. En het wordt gewoon alleen maar mooier. En ik vind het gewoon fantastisch dat ik ook dit mag doen als werk. En dat ik deze podcast mag opnemen. En dat ik jou mag inspireren. En dat ik weet dat ik met deze woorden en met dit wat mij gebeurt, weer zoveel mensen hopelijk kan helpen. Dat het gewoon, ja, even fantastisch is. Dus ik zit in een hele high vibe. Ik hoop in ieder geval dat je er iets aan hebt en dat je het voor jezelf kunt toepassen. Oké, dan gaan we nu naar het money mindset stuk toe. Want ik zie alweer dat ik bijna 9 minuten aan het lullen ben. Wat doe ik dat er goed? Zo krijg je je podcast wel vol, Kim. Alright. Ik pak eventjes een mailtje erbij. Nee, een Instagram berichtje erbij. Want ik kreeg een vraag namelijk van een van mijn Love Attraction Mastery babes. Een van de dames die de training volgt. Die stelde een money mindset vraag. Dus die ga ik ook beantwoorden nu. Ik lees eventjes het bericht voor en dan ga ik er dieper op in. We gaan het namelijk hebben over jouw money blueprint.
Hey Kim, momenteel volg ik Love Attraction Mastery bij jou en wauw, wat een training met mooie inzichten. Nu luister ik net podcast 153 en daarin gaf je als opdracht schrijf jouw geldverhaal op. Nu heb ik dat gedaan en kom ik tot de conclusie dat ik geld zie als status. En als je dat niet hebt, dat je dan mislukt bent. En dat is dus ook meteen mijn angst. De ene dag heb je veel geld en dat kan ineens weg zijn. En daarom spaar ik ook, maar toch blijft die angst bestaan. Interessant dat zij dat zegt, hè? Want haar overtuiging is dus, de ene dag heb je veel geld en de andere dag kan het meteen weg zijn. Dat is totaal niet mijn waarheid, maar dat is wel haar waarheid. Het is ook niet goed of fout, het gaat erom, wat is jouw waarheid en hoezeer beïnvloedt dat jouw leven? Vind je dat goed, vind je dat fijn of vind je dat niet fijn? Nou, oké. Ook omdat ik dit gezien heb bij mijn vader. Hij was jarenlang vastgoedbeheerder. Door de crisis inmiddels 12 jaar geleden is hij in één klap alles kwijtgeraakt en voelt daar nu nog de effecten van in de vorm van een enorme restschuld. Hoe kan ik dit beter shiften? Oké. Ja, dit is dus het ultieme voorbeeld. En dat ik ga daar in, Love, of in Money Mindset Master uiteraard helemaal de diepte in. Maar dit is het ultieme voorbeeld van het hebben van een money blueprint van je ouders of van één van je ouders. En zij ziet het letterlijk. Ze is zich daar al bewust van. Dat is stap 1 naar verandering. Dus dat is heel erg waardevol. Maar zij heeft dus letterlijk dezelfde money blueprint. Dezelfde waarheid over geld. En dat ziet ze dus ook terug in haar realiteit. En daardoor neemt ze ook bepaalde acties. Omdat ze op een bepaalde manier denkt en voelt. Want het principe is als volgt. Je hebt als eerste gedachtes. Vanuit gedachtes ontstaan gevoelens. Vanuit gevoelens ontstaan acties. Vanuit acties staan resultaten. Dus zij heeft bepaalde gedachtes over geld. Vanuit haar huidige money blueprint. Die van haar ouders is. Door die gedachtes ontstaan gevoelens. Letterlijk angsten zoals zij het beschrijft. Dus in haar geval negatieve gevoelens. Vanuit die negatieve gevoelens neemt zij dus bepaalde acties. Ze heeft enorm spaargedrag, omschrijft ze zelf. Ja, en vanuit dat spaargedrag zijn er dus ook bepaalde resultaten. En het kan zijn dat je dus veel geld hebt, maar je hebt veel geld vanuit angst. Je bent aan het sparen, als het ware, zoals ze in het Engels zo mooi zeggen, for a rainy day. Dus voor tijden dat er crisis uitbreekt. Maar op het moment dat je het daarom doet, dat je daarom spaart, dan guess what je krijgt. Dan krijg je crisis of iets wat op crisis lijkt in ieder geval. Iets wat met negativiteit gepaard gaat, waar jij je geld voor nodig gaat hebben. En dan heb je het geld wel, maar je wil die hele situatie niet aantrekken. Dus dat dient je niet. En dit is gebaseerd op een negatieve money blueprint. En die heeft ze van haar ouders. Nu is dit een voorbeeld. Maar er zijn 100.000 money blueprints. Ik heb al vaker gedeeld dat ik de money blueprint na de scheiding van mijn ouders heb overgenomen van mijn moeder. En daarmee heb ik ook al heel vaak gedeeld. En daar sta ik nog steeds helemaal achter. Want ik heb een fantastische band met mijn moeder. Mijn moeder is geweldig. Maar dat daar op dat moment een heel erg tekort heerst. Dat was natuurlijk ook logisch gezien de situatie. Maar daardoor heb ik wel overtuigingen overgenomen die mij niet dienen nu, op dit moment. En onder andere is dat... dat is duur, fruit is duur, je mag maar zoveel hebben, want dat kunnen we niet betalen. Dit is, ook wat ik vaak had horen kreeg, je mag blij zijn dat we in dit huis kunnen blijven wonen. En allemaal die overtuigingen die allemaal met tekort te maken hadden. Ik wist op dat moment en voelde heel sterk, dit gaat nooit mijn realiteit zijn en ik ga er alles aan doen om te zorgen dat ik een ander leven voor mezelf ga creëren. En dat is dus ook wat je vaak ziet. Jouw money blueprint, dus jouw huidige verhaal en letterlijk realiteit op het gebied van geld, dus financiële realiteit, is hetzelfde als je ouders of als die van één van je ouders. Of jouw money blueprint is het tegenovergestelde van dat van je ouders of één van je ouders. Omdat jij of de rebel ging uithangen vanuit, dit ga ik niet doen. En je bent bijvoorbeeld boos of gefrustreerd op je ouders. Dat heb ik totaal niet. Bij mij voelde het gewoon als, oké, ik wil wat anders voor mezelf. Waardoor je dus het tegenovergestelde gaat doen op basis van iets wat je dus gezien hebt. Wat je ervaren hebt. Dus dat is eventjes heel belangrijk om je te beseffen, waar komt dit vandaan? Heb ik dezelfde money blueprint als mijn ouders of een van mijn ouders? Of heb ik juist het tegenovergestelde? Het is 99%, bijna altijd, is het hetzelfde of het tegenovergestelde. Ga dat eens na, want die bewustwording, dat besef is heel belangrijk. Want als je het beter snapt, kun je het ook beter shiften.
dan snap je wat je doet. En dan snap je dat het niet je nu realiteit hoeft te zijn. Je snapt ook waar het vandaan komt. En dat helpt in het, ja, in het helings, ja, heling vind ik niet het goede woord, maar in het shiftingsproces. Oké, dus als je dat gedaan hebt, vervolgens, ik ga het stappenproces voor verandering met je doornemen. Stap 1 is dus bewustwording. Nou, je bent je bewust van je huidige money blueprint dat die je niet dient. Heel belangrijk, stap 1. Als je dit luistert en je wil een andere financiële realiteit, dan ben je je daar bewust van. Stap 2 is begrijpen. Dus 1 is bewustzijn, 2 is begrijpen. Begrijp waar het vandaan komt. Waar je huidige blueprint vandaan komt. Is het die van je ouders, één van je ouders, of is het het tegenovergestelde? Kun je je daarin vinden? Kun je dat snappen? Kun je dat herleiden? En vaak is dat, oh my god, ja, nu snap ik waarom ik dit steeds doe. Dit is de waarheid van mijn ouders over geld. Dit is de realiteit van mijn ouders. Dit heb ik mijn hele leven gezien. En dit model ik als het ware, maar dit hoeft niet mijn realiteit te zijn. Het kan anders. Andere mensen doen het anders. Het bestaat anders. Dit hoeft niet mijn waarheid te zijn. Die mag je heel sterk voelen. En dan is stap 3 een hele belangrijke. En dat is letterlijk disassociate. Dus koppel het los en laat het bij de persoon. Dus waarschijnlijk jouw ouders, een van je ouders. Laat de waarheid bij die persoon. Met liefde. Want het betekent niet dat disassociate, dus echt loskoppelen. Ik zie dat voor me als, letterlijk visualiseer ik dan een touw. Dat ik doorsnij of doorknip. Ja, ik zie het letterlijk als doorsnijden. Dus echt hakken, zeg maar. Ik zie er meteen iets grots voor me. Een dik touw en een flinke hak. En aan de ene kant staan mijn ouders of staat mijn moeder. En aan de andere kant sta ik. En ik hak het door als het ware. Zo zie ik dat voor me. Dat mag jij ook doen. Maar pak iets wat bij jou past. Want de visualisatie aan zich, hoe die eruit ziet, maakt niet uit. Het hoeft ook niet een visualisatie te zijn. Het gaat erom dat je het kunt voelen. Dus dat is stap 3, disassociate. Dus echt loskoppelen, de waarheid bij de ander laten. Dat wil niet zeggen dat je daardoor ook de liefde loskoppelt. Of de relatie loskoppelt. Helemaal niet. Juist omdat jij ziet, dit is van hem of haar. En uit liefde laat ik het los en uit liefde laat ik het bij hem of haar. Dan zeg je ook, jouw waarheid is jouw waarheid. En die waarheid is oké. Alleen ik kies ervoor om een andere waarheid voor mezelf te hebben. Het dient mij om een andere waarheid te hebben. Ik hoef die van jou niet. Die past niet bij mijn leven en bij mijn verlangens. Maar dat wil niet zeggen dat jij geen fijne relatie met die persoon kan hebben. Dat je niet ontzettend veel van elkaar kan houden. Dat je heel fijn met elkaar kunt omgaan. Je laat elkaar en elkaars waarden en respecteert elkaars waarheden. Dit is zo'n belangrijk en zo'n krachtig als je dat kunt. En dan stap 4 voor jou is herprogrammeren van jouw brein. En dat betekent, iedere keer als je merkt dat je weer de financiële realiteit voelt, denkt, leeft. Dat je het opmerkt en dat je het op dat moment shift. Oké, ik zie nu wat ik niet wil. Ik voel wat ik niet wil. Wat wil ik wel? En shiften, shiften, shiften. Tot je, zoals mijn moeder altijd zei, tot je een ons weegt. Dus ben je daar bewust van iedere keer en maak iedere keer de keuze om te focussen op wat wil ik wel. Ik ben bewust van wat ik niet wil, dit wil ik niet meer, wat wil ik wel. En door dit keer op keer op keer op keer te doen, ga jij na verloop van tijd een andere realiteit creëren. Je gaat andere gedachten creëren, een ander gevoel creëren, andere acties nemen en een ander resultaat krijgen. 100% gegarandeerd. Maar dit vierslappe proces inzetten is essentieel. 1 is bewustzijn, 2 is begrijpen, 3 is disassociëren, dus loskoppelen, het bij die ander laten en 4 is het herprogrammeren van je brein. En als jij 4 lang genoeg doet, vaak genoeg doet, wordt een nieuw money blueprint, een nieuwe money blueprint zoals je het graag wil, wordt jouw basis, wordt jouw default modus, wordt jouw nieuwe normaal. Ik kan uit ervaring spreken dat dit bestaat. Ik kan nu, en het is heel mooi dat ik dit nu vertel op dit stukje waar ik nu loop. Ja, je kan het niet zien, maar dit is een afdaling tussen bomen. Het is een heel mooi stuk is dit. Op dit moment heb ik, hier associeer ik bepaalde affirmaties mee. Als ik hier loop, voel ik namelijk altijd heel sterk deze woorden. Ik ben vet goed in wat ik doe. Ik ben succesvol. Mensen zitten te wachten op wat ik te bieden heb. Mensen willen mij betalen voor wat ik te bieden heb. Geld verdienen is makkelijk. Ik ben een miljonair puur alleen door mezelf te zijn.
Dat zijn mijn affirmaties. En die kan ik tot in de kern voelen. Die voelen goed. Ik geloof die. Dit zijn mijn waarheden. En ik geloof erin dat jij dat ook kunt bereiken. Wat een timing weer. En jij mag je eigen affirmaties maken, voelen. Wat voor jou goed voelt. Dit zijn die voor mij. Dit zijn mijn succesaffirmaties. En ook in Money Mindset Mastery ga je van mij allemaal affirmaties krijgen. Die zijn heel mooi opgemaakt. Dat is altijd heel, vind ik, heel tof aan de training. Dat krijg ik ook van anderen te horen. Die kun je screensaver gebruiken. Die kun je uitprinten. Sommige lijsten ze in, worden er schilderijtjes van maken. Ja, het is echt heel tof wat er allemaal gebeurt. Maar trust me, er komen hele toffe affirmaties ook bij. Die gaan je helpen in het hele proces. Want hoe jij tegen jezelf praat, gaat alles veranderen. Jouw verhaal gaat alles veranderen. Als jij anders tegen jezelf gaat praten, ga je een andere realiteit creëren. Hetzelfde als wat ik met mijn lijf doe. Ik ben fit, ik ben energiek. Ik ga nu lekker slapen en ik word morgen fit en uitgerust wakker. Ik kan eten wat ik wil en ik blijf toch slank. Maak er maar. Voel wat jij kan voelen. Voel wat jij jouw waarheid wil laten worden. En voel wat jij kunt geloven. Dat zijn affirmaties voor jou. En sommige werken zo dat je ze, als je ze heel vaak zegt, dat je ze zelf gaat geloven. Dat je ze vanzelf gaat geloven. Iedereen heeft daarin een ander proces, maar volg je gevoel. Dat is de basis. Maar dit is hoe jij jouw money blueprint verandert. En dit is werk, jongens. En werk bedoel ik niet mee hard werken. Dit is niet wat ik bedoel. Dit is focuswerk. Dit is vibrationeel werk. Want dit is ook disciplinewerk. Het trainen van je brein is het allerbelangrijkste wat je kunt doen in dit leven. Zo zie ik dat echt. Op het moment dat jij daar namelijk goed in wordt en jij hebt je brein geprogrammeerd voor wat je wil, verandert jouw hele leven op alle vlakken. En dan zul je letterlijk ervaren dat jij in staat bent om jouw realiteit te creëren. En dat is wat de Law of Attraction in de basis zegt. Dat is waar de hele teaching over gaat. You create your own reality. En het moment dat jij heel sterk en heel goed wordt in het trainen van je brein, ga je de resultaten daarvan zien. En zul je ook zoiets meemaken zoals ik nu met dat huis. Holy fuck, zijn we fucking 3-4 jaar bezig. En dit gebeurt in 1 dag. Oh my god. The power of sterke focus and letting go. Dat is het. Alright, dus word je bewust van jouw money blueprint en ga er vervolgens bewust mee aan de slag. En als je er dieper op in wil gaan, alsjeblieft, je bent uitgenodigd. Nee, ik ga niet smeken, dus niet alsjeblieft. Maar je bent uitgenodigd. Schrijf je in voor de wachtlijst van Money Mindset Mastery via de website www.kimmunnekom.nl of via onder het kopje coaching kun je inschrijven. Sorry. Of via Instagram direct, via de link in mijn bio kun je ook inschrijven voor de wachtlijst. Dan ga jij namelijk als eerste de mogelijkheid krijgen om mee te doen. En trust me, hij wordt fantastisch. Ja, hij wordt fantastisch. En helemaal vanuit die vibe waar ik nu in zit. Oké, dat viel even in stilte. Want ik werd weer aangegaafd. Of dat ik een of andere lunatic ben. Ze kijken mensen naar mij als ik aan het lopen ben. En dan heel enthousiast aan het praten ben tegen mijn telefoon. En dan zie ik ze echt denken, tikt die wel helemaal? Nou ja, dus bij deze, ja, weet je, in deze vibe interesseert me sowieso echt helemaal niks. Ik heb sowieso al fuck de mening van anderen. Maar als ik me zo goed voel, dan denk ik helemaal koekoek. Maar ik hou me dan wel even rustig. Maar bij deze, misschien ben ik ook wel een lunatic. Dus oké. Maar heel veel mensen met mij gaan mee op deze vibes. In ieder geval, mijn zoontje doet het elke ochtend meteen. Dan wordt hij wakker en zegt, hi, schatje. En dan gaat hij meteen, ah. En dan denk ik, ja. Jij bent een mini-me. Je hebt ook van die high vibes. Oké. I digress. Dat is dat het goede woord volgens mij. Dat zegt Russell Brunson altijd, I digress. En volgens mij spreek ik het zo goed uit. Maar dat betekent, ik dwaal af. Dus bij deze, ik dwaal af. En dat zal ik niet doen, want ik zit je tijd te voorspellen. Dus ik ga hem nu afronden. Voel wat jouw money blueprint is. Word je bewust van jouw money blueprint. En voel ook, wat heb ik nodig? Waar komt het vandaan? Wat heb ik nodig om het te veranderen? En ga daar bewust mee aan de slag. Dag in, dag uit. Niet op een vervelende manier, maar op een manier dat het goed voelt. En op een manier dat jij voelt, ik wil dit. Want daar gaat het om. Alles draait om goed voelen. Alles draait om hoe het voelt. Volg het pad van de minste weerstand voor jou. Alright, topper. Dankjewel voor het luisteren. Schrijf je in voor Money Mindset Mastery als je er dieper op in wil gaan. Ik ga hem afsluiten nu. Ik ga je een heel fijn weekend wensen. En ik spreek je maandag. Doei doei!